Goedemiddag allemaal. Welkom bij het actualiteitencollege van Radboud Reflect over de boerenprotesten. Dat zal u niet ontgaan zijn. De stikstofprotesten waren in 2019 natuurlijk al. Toen stonden de trekkers al op de snelweg. En inmiddels blijft het protest niet langer bij harde woorden. Maar worden distributiecentra geblokkeerd. Gisteren is er met scherp geschoten door de politie bij een protest. Kortom, het escaleert behoorlijk. En de vraag is natuurlijk van, hoe komt dit nu? Waarom zijn de boeren zo boos? Wat is er aan de hand? En zijn er mogelijke oplossingen voor? Daar gaan we het over hebben. Ik ben Tjitte Tempels, ik ben docent politieke theorie aan deze universiteit en programmamaker bij Radboud Reflect. En ik ga in gesprek met Noëlle Aerts, hoogleraar socio-ecologische interacties bij de Beta-faculteit en politiek historicus Koen Vossen. Laten we het gesprek er gewoon aangaan. Koen was al in de media, we volgen allemaal de media, maar misschien is het de basale vraag toch om mee te beginnen. Waarom zijn die boeren nou zo boos? Noëlle. Ja, ik denk, het is niet zomaar een conflict, denk ik, tussen de boeren en de overheid, zou je kunnen zeggen, de hele samenleving bijna. Wij noemen dat een diep geworteld conflict. En dat betekent dat het ook, het heeft een lange historie. En daar zal Koen ongetwijfeld ook wat over kunnen vertellen. Maar ik ben zelf 25 jaar geleden gepromoveerd op een onderzoek naar ruzie tussen overheden en boeren over het natuurbeleid. Want toen was net het natuurbeleidsplan, het eerste natuurbeleidsplan uit. En sindsdien is er eigenlijk, niet alleen ten aanzien van natuur, maar zijn de boeren die werden continu geconfronteerd met allerlei maatregelen, noodzakelijke maatregelen, dat wisten we toen al in verband met natuur en milieu. Maar er is eigenlijk steeds in de jaren, het is een heel complex gebeuren, maar eigenlijk door de landbouwlobby, door de lobby van de veevoederindustrie, de gewasbeschermingsindustrie enzovoort, iedere keer als er voorstellen kwamen, is daar vanaf geknabbeld, heeft die overheid kennelijk ook met graagte gedaan. Waardoor de, laten we zeggen, halve maatregelen werden genomen en 5 jaar later weer een nieuwe maatregel werd bedacht. En zo hebben die boeren eigenlijk in de loop der tijd voortdurend het gevoel gehad, ons inkomen wordt bedreigd, weer opnieuw en dan weer een maatregel, gevochten enzovoort. Dat zijn steeds hele instabiele compromissen geweest. En wat daar ook bij komt kijken is dat boeren het gevoel is gegeven in al die jaren, en dat wordt steeds erger en dat was toen al, dat het een aanval is op hun identiteit. Want boeren worden toch direct of indirect weggezet als milieuhaters, natuurvernielers. En dat beleven zij zelf echt serieus anders. Dus dat mensen die gekwetst worden in hun identiteit, dat maakt een conflict altijd veel groter. Dan zet je de deur open voor polarisatie. En de laatste ding, want ik wil ook wel heel graag horen wat Koen ervan vindt, dat is ook dat, nu, er zijn eigenlijk twee dingen waardoor het zo groot lijkt. Eén, het is eigenlijk een klein groepje boeren wat daadwerkelijk op die trekker kruipt. Hè? En zeker de boeren die dus daarbij wetten overtreden, regels overtreden, nou, dat moet natuurlijk onmiddellijk worden afgestraft. Dat is maar een klein groepje boeren, maar die worden ook, laten we zeggen, gesteund, zichtbaar en voelbaar door mensen die niet uit de agrarische wereld komen, maar die ook heel ontevreden zijn en zich letterlijk niet gehoord voelen door de overheid. En dat maakt die groep groot en grimmig. Ja, nee, dat is een prachtige analyse. Ik denk dat je het inderdaad op twee niveaus kunt bekijken. Dus vanuit een overheid. Je kunt het analyseren dat eigenlijk te lang met wat dan mooi heet pappen en nat houden, dit hele probleem eigenlijk dus niet echt opgelost is. Steeds geitenpaardjes onder invloed van die lobby's. Hè. We hebben in Nederland van oudsher natuurlijk een heel sterke landbouwlobby. Binnen partijen, de landbouworganisaties, de boerenbonden. Dat speelt aan de ene kant een rol, hè, dus dat je zegt van nou, de boeren hebben, om het zo te zeggen, ongelijk, want eindelijk moet nu gedaan worden wat al lang gedaan had moeten worden. Maar de andere waarheid is dus van boeren die zich geconfronteerd zien met steeds maatregelen die dan weer half niet, dan weer half wel, waarvan de urgentie voor hen niet altijd even duidelijk is, gecombineerd met een algeheel gevoel van dat men in de verdrukking is en dat niet
even, maar al jaren, al decennia, de boer. En dat valt ook cijfermatig te onderbouwen. In 1930 was 30% van de Nederlanders nog werkzaam in de agrarische sector. Nu nog niet eens 3%. Dus het is cijfermatig gewoon te onderbouwen. Het is een beroepsgroep die verdwijnt, waarbij het interessante is, en daar komt dat identiteit, dat men zichzelf niet als beroepsgroep ziet, maar als bevolkingsgroep. Dat is net daarom dat men heel curieus het ook heeft. In de jaren 90 had Wien van den Brink het over etnische zuiveringen. Nu vergelijkt men zich met de Joden. Nou, daar wordt lacherig over gedaan, terecht gezegd van dat zijn belachelijke vergelijkingen. Maar het geeft wel aan dat men zichzelf niet zomaar ziet als onderwijzer of huisarts. Nee, men is een bevolkingsgroep die in Nederland geen plek meer heeft. Tegelijkertijd, en ik denk dat dat het interessante is, ook het idee hebben van dat het eigenlijke Nederland is het Nederland van Dick Trom, van de weides, van de boerderijen, van de koeien. Van dat, die nostalgie waar programma's als Boer zoekt vrouw en dergelijke ook aan appelleren. Dat moet je ook niet onderschatten. Dat culturele idee van wij zijn het Amerikaans, noemen ze dat de heartland, hè? Het echte Nederland. Ja. En het echte Nederland, ja, dat wordt niet meer door Den Haag vertegenwoordigd. Nee. Maar dan, want jij zei ook van ook de mensen die we nu zien, die laat maar zeggen, nog harder protesteren, nog harder optreden. Dat is maar een kleine groep. Maar is daar dan dat idee van de boer, de heartlandboer, zeg maar, is dat daar dan sterker? Of is er een grotere groep, laat maar zeggen, die allemaal datzelfde idee van datzelfde identitaire idee omarmt? Of zitten daar binnen ook, laat maar zeggen, verschillen? Er zijn hele grote verschillen tussen boeren. Daar heeft Jan Douwe van de Ploegen, hoogleraar sociologie in Wageningen, heel mooi onderzoek altijd naar gedaan. En ook zeer benadrukt het belang daarvan om daar naar te kijken. Er zijn heel veel verschillende boeren. Er is een kleine groep nu, de Farmers Defence Force. Die mensen zijn ontzettend boos. En ook daar weer een deel van, die gaan dus op de trekker. En daar weer een deel van doet echt dingen die alle grenzen overschrijden. Hè, in termen van de wet overtreden en intimideren. En ik zou daar zelfs onfatsoenlijk gedrag bij willen noemen. Maar er zijn ook een heleboel boeren die zeggen, joh, wij willen gewoon vooruit. Ik spreek echt heel veel met boeren, variërend van hier in de Ooi en elders. En de meeste boeren, ik zou willen zeggen, de meeste boeren deugen, net als de meeste mensen deugen. En die hebben zoiets van, nou, ik wil met mijn bedrijf vooruit en ik wil duurzaamheid meenemen. En dat varieert van boeren die zeggen, nou, ik zou het liefst helemaal biologisch worden, want dan ben ik van die pesticiden af de bank. En alles eigenlijk, hè. Dus dat, tot aan boeren die zeggen, nou, ik vind het gewoon helemaal top om voor die wereldmarkt te produceren. En ik investeer in technologische oplossingen, zoals strokenlandbouw, hè, bijvoorbeeld. En van alles daartussen. Mm-hmm. En wat ik mis in de discussie nu is, waar blijft, het wordt gezegd, nou, de provincies gaan dat uitzoeken en dan is het stil. Maar wat dan? Nou ja, we gaan er waarschijnlijk nog wel over spreken. En daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken. Over de grootste groep boeren die zeggen, jongens, wat gaan we nu doen? We staan er klaar voor. Help ons. Ja. En we gaan aan de gang. Want inderdaad, die oplossing moeten we het zeker over hebben. Maar wat ik interessant vind, waarom horen we die boeren waar jij het nu over hebt, laat me zeggen, die wel zeggen, oké, we erkennen het probleem, we willen het anders doen, we kunnen het anders doen, we hebben daar ideeën over. Waarom horen we die nu niet in het debat? Nou, dat is best lastig, want ja, nee, de media, dat zie je wel. De media spelen hier echt een rol in, want je ziet af en toe wel in de krant een leuk verhaaltje over een biologische boer. Maar de grote hoeveelheid in de krant is toch die tractor. Is ook super media-geniek natuurlijk. Ja. Dat weten die boeren ook. Dus weet je, en dat genereert op die manier de aandacht. Want ja, de media die hebben natuurlijk zo hun regels. En een van de regels is toch wat echt afwijkt van het alledaagse. Dat is nieuws. Nou, dan kan je dit wel noemen. Ja, ja, het is media-geniek. En dan speel je zelf in de kijker. Ik denk natuurlijk soms ook wel eens dat daar iets van intimidatie ook bij zit. Dat men het idee heeft van dat gematigde boeren bang zijn om zich al te veel uit te spreken, omdat dat toch een vrij intimiderend groepje is. Die zomaar voor je deur kunnen gaan staan. Hè? Of die zomaar jou zwart kunnen maken. Ja. Dat zou me, ja, zou ook kunnen. Dat zou me, ik heb dat wel eens wel gelezen, dat sommigen zich daardoor laten weerhouden. Dus dat zou ook echt een rol kunnen spelen. Want dus dat is, maar ja, dat is bekend. Ik denk dat waar is. Er spelen ongetwijfeld meer factoren een rol waarom de ene groep meer zichtbaar. We hebben het toch steeds over de zwijgende minderheid of de meerderheid eigenlijk. Ja. Kijk, dus dezelfde vraag die je altijd hebt als bijvoorbeeld
een moslim-extremist een aanslag doen, is altijd waar zijn de gematigde moslims, hè, die zich uitspreken. Dat moeten daar zoveel zijn. En waarom, dat is precies hetzelfde. En die voelen inderdaad soort, niet zo de noodzaak, want die zijn er niet zo tegen. Die denken, oké, is allemaal niet leuk, maar we willen vooruit. Ja, precies. Maar Koen, als jij dit vanuit historisch perspectief bekijkt, die protesten, de politie schiet met scherp, was gisteren in het nieuws. Gaan de boeren, die kleine groep boeren, gaan die nu verder dan eerdere boerenprotestbewegingen? Nou, ik vind het wel ver gaan, ja. Dus we hebben natuurlijk wel eerder momenten gehad, hè, in de jaren 60, het beroemde slag bij Hollandse Veld. Mm-hmm. Dat waren de zogenaamde vrije boeren onder leiding van Boer Koekoek. Hè. Dat, die ken ik nog, was toen de charismatische voorman. Overigens toen ook al opvallend mensen die uit de stad eigenlijk dat boerenprotest ook wel aangrepen om hun eigen ongenoegens te uiten. Maar toen, toen was er ook een hele veldslag. Nou ja, dat klinkt wel groot, maar er werd wel geschoten en met kluppels geslagen. En het was midden in de hele strenge winter van 1963, dus er werden vooral heel veel sneeuwballen gegooid in Hollandse Veld. Nou, dat ging er behoorlijk hard aan toe toen. We hebben het gehad, begin jaren 70 hebben we een aantal conflicten gehad, onder meer in Tebergen. In de jaren 90 is een periode geweest, eerst met Van Aartsen, toen met Brinkhorst. Hè, dat was met de varkensboeren in Kootwijk en Broek onder meer. Dus we hebben wel een paar van dat soort momenten gehad, van die erupties. Mm-hmm. Ik vind het nu wel een graadje erger. Dus zo, ze hebben toen ook wel eens met tractors op snelwegen gereden. Maar dat was dan één dagje of zo en dan was het al voorbij. Maar nu zo heftig en zo lang. En ook met een taal die toch wel erg radicaal is van, we willen gewoon niet terug. Waar ik soms aan moest denken, bijna, was aan de mijnwerkers in Groot-Brittannië in de jaren 80. Hè, daar had je ook die sfeer van, wij gaan gewoon niet capituleren. En dan wordt het echt een oorlogssituatie. Ja. Hè? Met Van den Oever in de rol van Arthur Scargill, die je toen had. Hè? Dus daar heeft het iets van. Hè? Ja, het lijkt ook in die zin een beetje, laten we zeggen, het gevoel van totale machteloosheid, dan grijp je gewoon een soort machtsmiddel dat eigenlijk ultiem is, hè, want dat eigenlijk alles overschrijdt. Want ze overschrijden allerlei regels en wat niet. Hè. Dus het laat ook echt de wanhoop zien. En misschien, dat weet ik niet, maar misschien zou het ook, de wanhoop is zo groot omdat men het gevoel heeft, dat hoop ik stiekem eigenlijk van, het is nu menens, er gaat nu echt iets gebeuren. Mm-hmm. Ja, en dan blijft het een beetje stil van wat gaat er gebeuren, hoe gaan we jullie helpen, wat zijn de mogelijkheden enzovoort. Hè? Ja. En dan wordt de nadruk uitkopen alsof dat het enige is, terwijl dat is maar zo'n stukje van alles wat er in petto is en de enorme lading adviezen die er ondertussen al bij de overheid ligt, daar maak ik niks van terugzien nog. Nee, precies. Wat mij verbaast als ik kijk naar die protesten, want inderdaad, het is een kleine groep. We zeggen misschien van oké, jij zei al van er wordt hier een grens overschreden. Wat mij opvalt is dat er tegelijkertijd toch nog een soort sympathie lijkt te zijn voor die groep. Tenminste, als je het vergelijkt met andere protestbewegingen. Ik geloof dat vorige week werd Extinction Rebellion, die werden gewoon opgepakt en weggeplukt. Dus hoe kan het nu dat verschillende groepen die op dezelfde manier, laten we zeggen, of nee, de een misschien nog wel ontwrichterder werkt dan de andere, opkomen voor hun visie op wat goed is, en dat is een goed recht in het land. Hoe kan het nou dat die verschillende groepen op een verschillende manier bejegend worden? Ik vind dat een hele, dat vraag ik mezelf ook af. Ik vind het een hele moeilijke vraag waarop ik persoonlijk eigenlijk alleen maar kan speculeren waarom dat zo is. Hè? Van, misschien heeft Koen kan er wel wat over zeggen, maar dan is speculeren. Maar misschien weet jij wel een strakker antwoord. Ik zou zeggen dat bijna iedereen zijn stamboom wel boeren kan vinden, maar geen milieuactivisten. Als je wat vindt. Ofwel, daar komen wij vandaan. Dat gevoel, hè, dus wat ik net al zei, dat nostalgische gevoel van dit was Nederland. Dat was het land van klompen, koeien, molens, Diktrom. En dat appelleert aan een bepaald gevoel wat je al geheel natuurlijk wel hebt bij sommige groepen. Van Nederland is Nederland niet meer. Weet je, we zijn een ander land aan het worden en we verliezen zoveel. Dat wordt in populisme studies wel declinisme genoemd. Hè? Het gevoel alles wordt minder. Mm. En ja, die boeren is daar weer zo'n voorbeeld van. Hè? En dat komt dan in het hele rijtje van
Zwarte Piet, vuurwerk, noem het maar op. Allemaal dingen die niet meer mogen, die niet meer kunnen. Daar appelleert denk ik dit heel sterk aan. Dus dat raakt ook aan wat jij net zei. Eerlijk gezegd ook wel ik zie hier ook, hier is natuurlijk ook de overheid die eigenlijk hier dat onderscheid sterk maakt. En ik denk dat dit ook wel een soort derivaat is van, het klimaat komt natuurlijk mondjesmaat dat daar serieuze aandacht naar gaat. Hè. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het is een heel nieuw, relatief nieuw onderwerp enzovoort. Terwijl de boeren, de boerenlobby, ik denk toch dat die nog steeds erg sterk is. En dat er ook, laten we zeggen, ook politiek gezien zit men ook steeds op twee benen. Hè. Van de ene kant, die boeren moeten dit en die moeten natuur en milieu. Dat moet allemaal wel, en Natura 2000 en noem het op. Maar die export vinden we toch ook nog steeds wel heel belangrijk, kennelijk. Hè. Dat is natuurlijk ook een trots en dat is natuurlijk ook een hele sterke coalitie wereldwijd. Als de koning, hè? Precies. En ik bedoel, ik heb heel lang in Wageningen gezeten. We zien Wageningen ook. Is natuurlijk een toppunt van succes. Zeker. Volle universiteit, zou je kunnen zeggen. En zeker in die coalitie met, dat was altijd voorlichting, onderzoek en beleid. Dat was natuurlijk heel sterk. En ik denk dat dat nog steeds wel, dat brokkelt wel af. Maar dat maakt wel nog dat hier, ik denk dat dat ook een rol speelt. Van gevestigde belangen die daarin doorwerken. De gevestigde ten opzichte van de buitenstaanders. Ja, precies. Oplossingen, dat is lastiger, denk ik. Je zei net al van, in de bal wordt nu bij de provincies neergelegd. Hoe nu verder? Dus misschien is het goed om te kijken, om het even in twee stukken te knippen. En te zeggen van, oké, we zien nu grote protesten, conflicten. Er is een bemiddelaar aangesteld, dat is één. En dan misschien het, hopelijk niet vergezicht. Maar hoe gaan we daarna verder? Hoe kijk je daar tegen? Dus Johan Remkes is nu aangesteld als bemiddelaar. Om de hoop de angel eruit te krijgen. Ja, Johan Remkes is denk ik onze nationale crisismanager. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij, dat hij te binnen schiet als er dus een crisis moet worden opgelost. Ja. Ik wil verder geen uitspraak. Het is natuurlijk wel, hij is geen neutrale figuur. Want hij heeft zelf meegeschreven aan het rapport wat eigenlijk vanuit perspectief van de boeren deze ellende eigenlijk heeft gestart. Dus ik weet niet of dat dan een slimme keuze is. Mm. Maar wat ik ook lastig vind, is dat hij een bemiddelaar wordt genoemd. Want een bemiddelaar betekent, we hebben een conflict en er moet dus worden bemiddeld. Hè? En eigenlijk zou ik zeggen, er is een conflict met een stuk van de boeren. Maar met de meeste boeren, die willen gewoon gehoord worden. Ga het gesprek aan, wat kunnen we doen, hoe lossen we het op? En er zijn ook allerlei ideeën over. Dus ik zou het veel prettiger gevonden hebben als het ging om een gespreksleider bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die dus rekening houdt, die de perspectieven van de boeren meeneemt met het oog op het doel hier, stikstofreductie. Samen nadenken, hoe gaan we daar mee aan de gang? Dus dat zou ik eigenlijk chiquer vinden. Mm-hmm. En ook meer passend bij wat er nu aan de hand is. Ja. Maar in hoeverre, want ik kan me voorstellen dat in dat zo'n gesprek, een goed gesprek hierover heel noodzakelijk is. Maar in hoeverre zijn er ook, wat zijn de voorwaarden, laat maar zeggen, om zo'n gesprek aan te kunnen gaan? Zijn we daar al wel? Nou, weet je, kijk, boeren die weten zelf heel veel, hè? Ik bedoel, je staat soms, als ik met boeren praat over wat klimaatverandering betekent op een bedrijf, dan zijn er bijna chemici en biologen tegelijk, hè? Dus daar zit heel veel kennis, ook kennis om te verduurzamen. En ze zijn ook gewend om heel veel van elkaar te leren. Boeren doen studieclubs en zo met z'n allen. Die zijn eager om van elkaar te leren. En eigenlijk, als het gaat daarom, zou ik bijna willen verwijzen naar de klassieke theorie van de dame naar wie dit gebouw is genoemd, Eleanor Ostrom. Die heeft gezegd van, goh, wat je eigenlijk moet doen als het gaat om een collectief probleem, wat dit is, hè, we moeten met z'n allen die stikstof reduceren. Dan moet je dat ook zodanig regelen dat je dat collectief een kans geeft. En die heeft eigenlijk een paar regels die zegt van, nou, we moeten met z'n allen, laten we zeggen, je moet dat dus regionaal oplossen. Dat willen ze ook. Gebiedsgerichte benadering. Dus los dat op met een soort organisatie op regionaal niveau, waarbij de mensen
Oostrom zegt, de mensen moeten elkaar kennen en met elkaar contact kunnen hebben. Dat kan als je het regionaal doet. De mensen die moeten, dus ze moeten met z'n allen kunnen nadenken over wat worden de regels, de maatregelen. Die moeten ze mee kunnen denken met het oog op het collectieve doel. Hoe kunnen we, welke maatregelen kunnen wij nemen om het collectieve doel te bereiken? En vervolgens moeten ze ook met z'n allen kunnen afspreken. En wat zijn de sancties voor de mensen die zich er niet aan houden? Dat zijn de regels van Oostrom. En ik zou echt wel eens... Dat is eigenlijk zo simpel en zo concreet. En daar heb je een aantal voorwaarden voor. Regel regionaal een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze advies kunnen krijgen. Waar je ook niet alleen natuur, kijk ook naar klimaat, denk integraal. En er is vanuit, er is zoveel, vanuit de Boerenraad, Willem Lageweg zegt, regel die noemt dat plaatsen. Plaatsen in het land waar mensen terecht kunnen. Dus ik denk een beetje aan dat soort dingen. Nou ja, ik denk belangrijk is dat je ten eerste binnen die boerengemeenschap toch een beetje de rotte appels een beetje isoleert. Ik denk dat dat niet onbelangrijk is. Dus ik leerde altijd al toen ik les gaf op een middelbare school, als de klas vervelend is, geef nooit de hele klas de schuld, want dan gaat de klas zich solidair verklaren tegen jou als leraar. Mm-hmm. Je moet degene aanspreken die vervelend doen. En dat geldt hier ook. Je moet degene aanspreken die vervelend doen. Die moet je isoleren en de rest moet je mee aan de slag gaan. Ja. Waar je voor moet uitkijken. Ik denk dat dat echt... En dan ga ik toch weer even naar Groot-Brittannië met de mijnwerkers. Dan heeft men gewoon de kaartenpoot stijf gehouden. Als regering. En daar is een woedereservoir gekweekt. Wat zelfs nog naar boven kwam toen Thatcher overleed. Hè? Want er veel mensen nog steeds aan het juichen. De witch is dead op één. Ja, de witch is dead. Dat sfeertje. Nou, dat kun je dan krijgen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant moet je ook weer voorkomen dat er weer een geitenpaadje wordt gekozen. Waardoor het probleem zich weer vooruit wordt geschoven. Dat moet je ook niet doen. Dus je moet daar een soort middenweg tussen zien te vinden. En ik denk het belangrijkste daarbij is inderdaad toch de welwillenden. Coalition of the willing. De welwillenden moet je zien te vinden. En we willen toevoegen, wij focussen ons enorm op de boeren. Hè? Maar dit is iets wat ons allemaal aangaat. En dat wil ik toch ook wel echt benadrukken. Hè? Wij als consumenten, elke keer als wij naar de Albert Heijn gaan en we kopen lekker ons eten, dan reproduceren wij het systeem waar die boeren dus op worden aangevallen. En dat vind ik heel erg belangrijk. En dan heb ik het over ons als consumenten. Maar wat dacht je van de supermarkten? Hè? Die dus, laten we zeggen, een biologische boer krijgt nauwelijks een contract. En er wordt heel makkelijk contractbreuk gepleegd als je de biologische melk voor een cent goedkoper kan krijgen in Duitsland. Dat soort dingen zijn ook aan de hand. De banken zijn ook reluctant met biologisch. Hè? Maar als het gaat over de bulk, dan ben je welkom. Ik bedoel, de hele keten is hier verantwoordelijk. Van producent tot en met consument. En als we het over hebben, we moeten minder vlees of we moeten minder koeien, dan moeten wij ook met z'n allen minder vlees eten. En er wordt hier overal heel veel onderzoek ook naar gedaan. En dat noemen ze dan de eiwittransitie. En dat betekent gewoon dan in de rest van de wereld dat we gewoon allemaal minder vlees moeten eten om onze planeet te redden. Dus ik denk dat we allemaal aan de bak zijn. En dat wordt op dit moment eigenlijk ook nauwelijks eigenlijk geproblematiseerd. Mm-hmm. Zelfs als er staat degene die de woordvoerder van de supermarkten, die zegt, ja, dan komen ze hier. Weet je, die was heel boos van die distributiecentra. En wij kunnen er ook niks van. Wij hebben er niets mee te maken, zei die letterlijk. Nou, toen dacht ik ook van, oei. Nee, precies. Dus, want inderdaad, je moet het breder zien in die keten. Je had het net over die regionale plaatsen, zeg maar. Ja. Dus dat gaat ook verder dan dat. Dus de mensen die daar zich zouden moeten verzamelen, of de actoren of de partijen, dat zijn niet langer, dat zijn niet alleen de boeren of de melkveehouders, maar ook de lokale supermarkt. De supermarkt en alle NGO's eromheen, maar ook de consumenten. Want wij doen onderzoek hier in de Ooypolder. Samen met de boeren en met allerlei andere mensen en partijen, de gemeente ook, proberen we de Ooypolder te verduurzamen, zeg maar. Nou, en daar zijn ook heel veel alleen al in de Ooypolder zijn zoveel initiatieven van boeren die samen met burgers proberen om een stuk land te verkrijgen waar ze dan, laten we zeggen, biologisch of duurzaam boeren enzovoort. Maar op allerlei gebieden zitten er heel veel coalities tussen boeren en burgers. Ik vind het heel mooi om te zien. Zouden we veel meer mee kunnen doen? Wij zeggen wel eens van ja, je moet al die verschillende initiatiefjes, die moet je eigenlijk verbinden om op die manier dat regime, wat eigenlijk geneigd is om het beleid voor te laten gaan, om dat eens een keer stevig aan te pakken.
In plaats van dat je denkt dat ieder initiatief je dat in zijn eentje zou moeten doen. Ja, precies. En ook dat proberen zichtbaar te maken, ja, denk ik. Precies, heel belangrijk. Ten opzichte van mensen die, zoals wat je zei, de Farmers Defence Force, die nu het narratief bepalen, zeg maar. Dus precies. Hoe zorg je ervoor dat dat zichtbaar wordt? Ja, want er gebeurt echt heel veel positiefs. Dat wil ik echt benadrukken. Het gebeurt allemaal naast elkaar. Maar dat is inderdaad, dat zou heel veel meer zichtbaar gemaakt mogen worden. Oké. Ik denk dat we gaan afronden, in ieder geval voor het vraaggesprek. Dank hiervoor. We gaan zo naar de zaal, we gaan nog wat vragen stellen. Komt er zo even een microfoonwissel en dan gaan we naar u toe. Is er ruimte voor vragen? Voor nu, bedankt. Ja. Graag gedaan.